Het praktijkonderwijs heeft te maken met veel instroom van NT2-leerlingen. Deze leerlingen hebben al een start gemaakt met het leren van het Nederlands in de internationale schakelklas of in een taalklas op de basisschool. In het praktijkonderwijs gaat de taalontwikkeling van de NT2-leerlingen verder. Het is belangrijk om in elke onderwijssituatie kansen te creëren voor de taalontwikkeling. Hoe zorg je dat leerlingen de vakinhoud leren en hun taalvaardigheid ontwikkelen? In een taalontwikkelende praktijkles komen de verschillende taalvaardigheden aan bod. Door te praten, te lezen, te schrijven, te luisteren en aandacht te besteden aan belangrijke woorden, kunnen leerlingen de vakinhoud goed verwerken en informatie onthouden. Voor een NT2-leerling is koppeling tussen taal en vakinhoud heel belangrijk. Want taal leren gaat het beste in de omgeving waar je de taal nodig hebt. In deze video laten we zien hoe je een les kunt opbouwen aan de hand van het rondje vaardigheden. Per onderdeel van het rondje geven we een tip. Op die manier heb je aan het einde van deze video een goed idee van hoe je een taalontwikkelende les op kunt bouwen. In een taalontwikkelende les staan altijd lesdoelen centraal met aandacht voor het vak en de taal en leren de leerlingen belangrijke woorden. Een NT2-leerling kent veel minder Nederlandse woorden dan zijn Nederlandstalige klasgenoot. Het is daarom belangrijk om in elke les doelgericht woorden te kiezen om extra aandacht aan te besteden. Zo kan de leerling de vakinhoud begrijpen en praten over het vak. Op school en op stage komt de leerling in aanraking met relevante woorden. Welke woorden heeft de leerling nodig om de inhoud van het vak te begrijpen en om de taal verder te leren? In de les verzorging leren de leerlingen hoe ze de was moeten sorteren. Voordat de leerlingen van start gaan met de les, vullen de leerlingen een doelenkaart in. Hierop staan de taalvakdoelen van de les, zoals je kunt samen met een klasgenoot een stapel wasgoed sorteren en uitleggen hoe je dit aanpakt. De leerlingen geven aan wat ze al kunnen en wat ze nog moeten leren. Tip: verbind een nieuw woord aan bekende woorden. Gebruik je nieuwe woorden in de les? Verbind deze woorden dan aan woorden die de leerling al wel kent. Schrijf het nieuwe woord op in een woorddriehoekje en schrijf daaromheen drie bekende woorden die daarbij passen. Een nieuw woord leren gaat namelijk het beste als je een kapstokje hebt waar je die woorden aan op kunt hangen. Aan het begin van de les maken de leerlingen kennis met het nieuwe onderwerp door te kijken en te luisteren. Want een nieuw onderwerp in de praktijkles betekent vaak veel nieuwe informatie en veel nieuwe woorden voor de NT2-leerling. Het helpt om de NT2-leerling eerst te laten kijken naar bijvoorbeeld een filmpje over het onderwerp of om een demonstratie van de praktische opdracht te geven. Op die manier maakt de leerling kennis met de inhoud en hoort hij belangrijke woorden al een keer voorbij komen. De techniekdocent laat foto's zien van het vervangen van batterijen in een koplamp. En hij laat zien welke voorwerpen je daarbij nodig hebt. De klas bespreekt samen wat er gebeurt op de foto's en hoe je de voorwerpen kunt gebruiken. Dit helpt hen om de instructie van de docent straks beter te volgen. Tip: bied eerst het plaatje en geef dan pas je praatje. Als de NT2-leerling luistert naar een instructie, dan hoort hij veel onbekende woorden. En de docent praat vaak snel. Laat daarom altijd eerst zien wat je doet. Bied het plaatje aan. Zo kan de leerling eerst zijn voorkennis activeren. Als de leerling daarna naar een instructie moet luisteren, kan hij de instructie beter volgen. Het praatje blijft beter hangen door het plaatje. Na het introduceren van het onderwerp is het belangrijk dat de leerlingen kunnen praten over het onderwerp. Wat hebben ze gezien in het filmpje? En wat weten ze al over dit nieuwe onderwerp? Als de leerling over het filmpje praat, activeert hij zijn voorkennis. Door er samen over te praten, breiden de leerlingen hun kennis uit. Leerlingen kunnen ook vertellen wat ze in een vorige les hebben geleerd en welke belangrijke woorden ze nog kennen. In de les houtbewerking maakt de docent samen met de leerlingen een woordweb over gereedschappen die je nodig hebt om een picknicktafel te maken. De docent vraagt aan de leerlingen waarom ze juist deze woorden aandragen. Daarna groeperen ze de woorden. Wat zijn gereedschappen? En welke woorden gaan juist over wat je doet met die gereedschappen? Zo maakt de docent woordclusters van belangrijke woorden. Tip: geef taalsteun bij het praten. Als je een gesprek moet voeren in een tweede taal, dan is dat best spannend. Je moet veel dingen tegelijk doen,
begrijpen wat de ander zegt, een reactie bedenken en de juiste woorden en zinnen kiezen. Door de NT2-leerling belangrijke woorden en zinnen aan te reiken, help je de leerling op weg. De leerling kan deze zinnen opschrijven en gebruiken in een gesprek. Denk bijvoorbeeld aan manieren van praten om te vragen hoe iets werkt. De NT2-leerling heeft dan altijd een zin paraat als hij vragen wil stellen tijdens een instructie. Nu de leerlingen weten wat het doel van de les is en wat de praktijkopdracht inhoudt, lezen ze een bijpassende tekst. Bijvoorbeeld een stappenplan, een recept of instructiekaart. Het is belangrijk dat de tekst taaltoegankelijk is voor de NT2-leerlingen. Zorg dus voor voldoende afbeeldingen bij de tekst of bied een woordenlijst van onderdelen en materialen met foto's erbij. In de les Zorg en dienstverlening lezen de leerlingen in groepjes verschillende stukjes theorie over verschillende manieren om de vloer te reinigen, zoals stofzuigen en dweilen. Ieder groepje krijgt een andere tekst. Bij de tekst staan afbeeldingen om het begrip te vergroten. Begrijpen de leerlingen de tekst niet? Dan vragen ze hulp aan een klasgenoot. Na het lezen leggen de groepjes de verschillende teksten bij elkaar. Ze praten samen: hoe kun je de vloer schoonmaken? Wanneer gebruik je welke manier en wat zijn de verschillen? De docent stelt vragen om te controleren of de leerlingen de tekst begrijpen. Tip: zorg voor een plaatje bij het lezen. Leren lezen in een tweede taal is best moeilijk. Je moet nieuwe woorden leren herkennen op schrift. Als de NT2-leerling een nieuw woord nog nooit heeft gehoord of geen plaatje van het woord in zijn hoofd heeft, dan kan hij het woord niet automatisch herkennen in een tekst. Praat daarom altijd eerst over de onbekende woorden of geef bij de nieuwe doelwoorden een afbeelding of laat zien wat het woord betekent. Zo kan de NT2-leerling het nieuwe woordbeeld koppelen aan een plaatje dat hij al wel kent. De leerlingen zijn na het kijken, luisteren, praten en lezen goed voorbereid op de praktijkopdracht. De belangrijke woorden zijn vaak herhaald en de leerlingen hebben goede voorbeelden gezien van hoe ze de praktijkopdracht moeten uitvoeren. Ze gaan nu zelf aan de slag. Dit doen de leerlingen in tweetallen of een groepje, zodat ze samen kunnen overleggen over de verschillende stappen en elkaar kunnen helpen. De NT2-leerling werkt altijd samen met een Nederlandstalige leerling. Zo kan de NT2-leerling makkelijk om hulp vragen als hij een woord niet begrijpt. Bij Horeca hebben de leerlingen gepraat over snijtechnieken en een recept voor broodje gezond gelezen. Nu zijn de leerlingen goed voorbereid om aan de slag te gaan. Aan de hand van het recept maken de leerlingen in tweetallen een broodje gezond klaar. De leerlingen overleggen over het snijden van de groenten en beleggen samen het broodje. De docent loopt langs en geeft feedback op de werkwijze. Tip: zorg voor een duidelijke instructie. Voor een NT2-leerling is het extra belangrijk dat je instructie duidelijk is en gestructureerd. Anders is het nog lastiger om de taal te begrijpen. Bestaat je instructie uit verschillende stappen? Schrijf dan elke stap op het bord en stel tussendoor vragen aan de NT2-leerling. Zo kun je controleren of de leerling je instructie goed begrepen heeft. Daarna weet de NT2-leerling precies wat hij moet doen en kan hij de instructie uitvoeren. Zijn de leerlingen klaar met de praktijkopdracht? Wissel dan hun ervaringen uit en laat leerlingen met elkaar praten over hoe ze de praktijkopdracht hebben uitgevoerd. Dit kan in kleine groepjes, bijvoorbeeld door leerlingen een mini-spreekbeurt te laten geven. Op die manier moeten de leerlingen de taal en de belangrijke doelwoorden die ze hebben geleerd opnieuw gebruiken. Zo kun je meteen controleren of ze de opdracht goed hebben begrepen. Bij de les Werken in de winkel hebben de leerlingen producten in de winkel verzameld voor een bestelling en een pakbon gecontroleerd. De leerlingen praten nu in groepjes over de bestelling. Heeft iedereen de juiste producten verzameld en klopt de pakbon? De docent loopt langs en stelt tussendoor vragen om te controleren of de leerlingen op de juiste manier aan de slag zijn gegaan. De leerlingen geven elkaar daarna tips en tops. Tip: geef leerlingen de kans om veel te praten. Leren praten is net als leren lopen. Het gaat met vallen en opstaan. De NT2-leerling moet veel ruimte krijgen om te oefenen met praten en om fouten te maken. Fouten maken is spannend en daarom vermijden NT2-leerlingen het spreken vaak. Maak praten daarom laagdrempelig.
Laat leerlingen bijvoorbeeld eerst in een klein groepje praten over de praktijkopdracht. Zo zijn de leerlingen vooral bezig met de inhoud en niet met het spreken. En geef de leerlingen niet alleen feedback op het praten, maar juist ook op de inhoud. Zo wordt de drempel om in het Nederlands te praten steeds iets lager. Laat de NT2-leerling schrijven nadat hij al heeft gelezen en gepraat over het onderwerp. Zo kan de NT2-leerling de inhoud en de belangrijke woorden op verschillende manieren verwerken. En daarbij geldt, liever vaak en kort iets schrijven over de praktijkopdracht dan af en toe een lange schrijfopdracht. Zo werkt de leerling binnen de praktijkvakken aan zijn schrijfvaardigheid. De leerlingen schrijven een korte instructie voor het repareren van de fietslamp. Ze doen dit aan de hand van 3 foto's van de praktijkopdracht. Ze gebruiken hierbij de doelwoorden van de les. De NT2-leerling werkt samen met de Nederlandstalige leerling. De docent geeft de leerlingen daarna feedback op taal en op inhoud. Tip: geef taalsteun bij het schrijven. Een stukje tekst schrijven in een tweede taal is best moeilijk. Je moet veel tegelijk doen. Nadenken over de boodschap van je zin, de juiste woorden kiezen en de volgorde van de woorden in de zin bepalen. Als je de NT2-leerling belangrijke woorden en zinnen aanreikt, help je de leerling op weg. De leerling kan deze zinnen opschrijven op een speakbriefje en gebruiken bij een schrijfopdracht. Denk bijvoorbeeld aan manieren van schrijven om je mening te geven over de praktijkopdracht. De NT2-leerling heeft dan altijd een zin paraat als hij een verslagje moet schrijven. In zo'n taalontwikkelende les krijgen de NT2-leerlingen volop kansen hun taal verder te ontwikkelen in de omgeving waar de leerling de taal nodig heeft. Het rondje vaardigheden is als het ware de motor waarmee je het leren van de taal versnelt. De leerling hoort belangrijke woorden en hij leest ze in een tekst. Ook krijgt de leerling ruimte om te oefenen met spreken en schrijven. Dit rondje kan ook een andere volgorde hebben. Zo kun je de les ook beginnen met praten en daarna pas luisteren. Als de NT2-leerling altijd maar eerst mondeling met het onderwerp bezig is en daarna pas hoeft te lezen of te schrijven. In het rondje zijn de taal en de vakinhoud aan elkaar gekoppeld. Hierdoor begrijpt de leerling de vakinhoud beter en leert hij de taal die voor hem belangrijk is. Wil je meer informatie over het ondersteunen van NT2-leerlingen in het praktijkonderwijs? In de handreiking OJ, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs staan veel praktische tips en adviezen waar iedere docent mee aan de slag kan.